We staan weer op Rotterdam, maar dat betekent dat het tijd is voor deel 6, 5 of 4. 3, 2, 1, 0. Ja, ik zou inderdaad even rondkijken. Ja, precies. Hey, het volgende deel. Filmjaars, ik kom even. Dat is wel fijn. Aston Martin heeft hier alle modellen even naast elkaar gezet. Omdat ik denk dat het voor iedereen wel een beetje lastig is om die verschillen zeg maar, direct te weten. Vantage daar op de hoek, dat is echt wel ietsje korter. Heeft ook nog minder ruimte op de achterbank, moet ik dan zeggen. Maar DBS en DB11, dat zit ook wel heel dicht bij elkaar. Vooral als je zo naast elkaar ziet staan. Maar gelukkig kunnen we ook gewoon dingen zien. DBS ja, is gewoon sportiever. Hij is wel ietsje ruiger. Is meer uitlaten, meer luchtgaten, agressievere spoiler. Dit is trouwens de DBS Superleggera. Superlicht betekent dat. Is hij dan ook superlicht? Nee. Dat eigenlijk niet. Het scheelt 70 kilogram met de normale DBS. Dus ja, dat vind ik niet een waanzinnige besparing. Alhoewel het best moeilijk is om bestaande auto's zoveel kilogrammen eraf te krijgen. Betekent wel dat hij nog steeds 1700 kilogram is. Heeft best wel wat downforce, 180 kilogram. Dat komt denk ik ook wel eventjes door dingetjes. Dit is best wel een agressieve spoiler. En hier zie je een luchtuitlaat. En de lucht komt er dan hierin. Dat vind ik wel weer een mooie ding. Is dat ze langzaam zeg maar, wat van dat soort aerodynamische trucjes al die sportwagenfabrikanten gaan doen. Nou, die Superleggera 725 pk, 900 Nm koppel. 0-100 3,4 seconden, 0-160 6,4 seconden. En hij kost slechts €275.000 in Duitsland. In Nederland komt er denk ik 1,5 ton bij aan belasting. Zoiets zal het wel zijn zo. Het zal wel echt wel hard aantikken. En we kwamen net tot de conclusie dat we de velgen van de DBS Superleggera niet heel erg mooi vinden. Het is niet helemaal de goede kleur op de een of andere manier. Of helemaal niet de goede kleur. Ach, die kan je vast wisselen voor iets anders. Kijk, zoveel geld wordt er dus verdiend met groene stroom. Die monteurs gewoon 911 turbo rijden. Ja, dit is natuurlijk de auto die alles kan. Hè? Gewoon een grote kofferbakruimte, verwielende ruimte, die kan overal komen. En onze blik viel ook op de dame die daar op het trapje staat. Even naar binnen te kijken. Stiekem foto's te maken. Wij gaan door naar iets anders. Yo. Dit is dus gewoon de best verkochte SUV ter wereld. Ik wist het ook niet. Misschien was het de beste SUV, verkochte SUV ter wereld. Want ik kijk nu even naar het uiterlijk. Is wel een beetje uitgesproken. En ik weet niet of de gemiddelde Toyota Ranger daar dan heel erg enthousiast van wordt. Aan de andere kant, de Aygo is ook wel behoorlijk uitgesproken. Ja, verder, dit is natuurlijk gewoon een hybrid. Dit is een van die vele SUV's die hier staat. Gewoon, echt. Als je een nieuwe SUV wil, en je wil gewoon niet dezelfde auto als de buurman, dan heb je in ondertussen echt zo ontzettend veel keuze. Gewoon qua merken, modellen en weet ik veel wat. En het is natuurlijk een enorme groeimarkt, maar het kan natuurlijk nooit allemaal goed gaan groeien. Oh, wacht, ik kan mijn telefoon hier opladen. Jongen, kijk nou. ...2,5 liter hybrid aandrijflijn. Dat is een beetje het Lexus ding. 85% van de West-Europese kopers kiest een hybrid aandrijflijn. Hij heeft nu 218 pk. Dat was voorheen 197 pk. Dat is best wel oké. Okay. Sprint naar 100, 8,1 seconden. CO2, 102 gram per kilometer. En er is overigens ook een all-wheel drive versie van dezelfde hybride aandrijflijn. En dan heb je 222 pk. En er komt ook nog een 2 liter benzinemotor. En die komt dan ook gewoon met handgeschakelde bak. Of met automaat. Maar ik denk dat die door de wat gestegen CO2-uitstoot in Nederland potentieel gewoon echt 100 keer zo duur is. Dit is... Nou, verder weet ik er niet veel over te melden. Hoi. Een lekkere uitstap wel. Voor iemand die het lastig van zijn rug hebt. Wat ik nog steeds zeg. We gaan naar de Corolla. Want dat is natuurlijk gewoon de meest verkochte auto ter wereld. Ook weer. En die staat hier gewoon. En ik heb weer allemaal info erover. Zal ik het gewoon persbericht voorlezen? Dat is misschien wel een keer leuk. Of is dat te veel? Nee, het is wel te veel. Aantal verschillende motoren. Uiteindelijk hebben ze bij Toyota ook het licht gezien dat ze denken, nou, misschien is die turbocharger toch ook niet zo gek. Laten we daar dan wat mee doen. Dus ze hebben een 1.2 turbo met 116 pk. Die start vanaf €319 per maand. Dus ze denken financial lease of private lease. Financial lease zo te zien. Ja, die naam Corolla komt terug en dat is niet omdat de naam Auris het zo slecht deed. Nee, oké. Okay.
waarvan akte, zullen we dan maar zeggen. Corolla is natuurlijk wel een hele bekende naam. Voor mij wel een beetje belegen naam overigens. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dat hoor ik dan graag in de comments. Hij is een stukje langer geworden als de Touring Sport. Dus hij heeft net wat meer ruimte. Ja, lekker opgefrist. Wat kunnen we nog meer over vertellen? 598 liter bagageruimte. Dat moeten we dan even gaan bekijken. Hè? En dat schijnt het grootste te zijn in het segment. Ik ga even kijken. Hij piept wel. Deze heeft trouwens ook een verlicht logo in de kofferklep. Dit is dus heel groot. Het voelt niet heel groot. Ah, jongen. Dat komt omdat hier nog een hele bak zit. Waar ook een reservewiel zou kunnen zitten. Oh. Het is geen soft close, dat merk ik al wel. En wat ik in ieder geval ook weet. Wacht even, ik ben even mijn bringetje kwijt. Ook weer een nieuwe hybrid motor. Dan gaan we even spieken, want hier zie ik dan weer 1.8 staan. Maar ik dacht dat er ook een 2 liter hybrid kwam. Zie ik dan weer niet staan. Jongens, die info houden jullie het goed van mij. Ja, weet je, wat zal ik ervan zeggen? Het is... Het is vast een hele degelijke, zuinige auto met lage onderhoudskosten. Maar het zijn niet per se alle dingen waar ik erg op aansla. Dit interieur is trouwens, serieus, als we een shot van dit interieur zou maken, even zonder die tas van die meneer erbij, maar gewoon van deze stoelen en die bekleding, zou je niet denken, oh, dat is een Toyota. Eerlijk is eerlijk. Het is wel gewoon mooi gedaan. Niks mis mee. Maar zie ik daar de hatchback staan, die rode. Is alweer een beetje een rare, dikke kont. Ja, mochten jullie je afvragen, ja, dit is een concept. De DSX E-Tens, of DSX E-Tens, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Een dual car, zoals ze dat hem zelf omschrijven. Niet op zijn Frans hoofd, dat was Engels. Maar het zijn eigenlijk 2 auto's in 1. En met name deze kant is een cocon. Kan gewoon lekker zitten, relaxen. Die stoel ziet er overigens niet echt heel briljant lekker uit om in te zitten, overigens. Maar ik ga het niet proberen, want daar word ik echt zomaar afgemaakt. Maar de andere kant is dus echt wel een beetje meer cockpit-achtig, waar je gewoon lekker zelf kan sturen. En die auto is ook anders van vorm, hè. Leuk zien, zeg maar echt 2 verschillende helften. Kijk, deze kant. Nee, maar lekker sportstuurtje, lekker dichtbij je. Gewoon een compacte cockpit. Er was ook geen dak boven, dat zie ik nu pas. Heel klein glazen ruitje om hopelijk nog net een beetje de vliegen en de wind zeg maar, buiten je te houden. Het is een motor met zijspan. Het is een motor met zijspan, zeg maar. Ja, daar is het wel een beetje, maar wat DS hier natuurlijk mee wil laten zien is voor jongens in een autonome toekomst, autonoom rijdende auto's, kan je nog steeds wel zelf rijden. Misschien wordt het zelfrijden dan wel leuker, omdat je alleen maar op die momenten dat het er echt toe doet, het stuur kan overpakken. Deze auto, 2035 roepen ze dan. Oftewel, die komt natuurlijk nooit. Maar ja, het is gewoon een leuk ding om even te laten zien waar het naartoe zou kunnen gaan ooit eventueel. Citroën gaat inmiddels wel volledig crossover. Die C3 Aircross hier achter mij, de C5 Aircross. Die was in China overigens al leverbaar. Deelt natuurlijk een beetje de onderkant met de 3008 DS7, 5008 misschien ook nog wel, dat weet ik eigenlijk niet eens. Opel Grandland X, dus het is dat platform, met je diegene zit erin. Verder natuurlijk typisch Citroën. Ja, een beetje qua styling wel. Ook een beetje met die de soort airbumps die daar op de zijkant zitten. Redelijk wat personalisatieopties. Je ziet bijvoorbeeld ook die inserts hier aan de voorkant van deze auto zijn zilver. En daar aan die andere auto is donkergrijs. En zijn ze weer de kleur van dat oranje, zeg maar, van deze voiture. Wat moet ik er verder over vertellen? Hij heeft progressive hydraulic cushions. Oftewel, het is hartstikke lekker om erin te zitten. Een paar verschillende benzines, 130 en 180 pk, 2 diesels, 130 en 160 pk. En die staat daar achter mij. En die vind ik overigens bijzonder lelijk uitgevoerde plug-in hybrid van de C5 Aircross. Is nog een concept, maar dit vind ik echt qua kleuren gewoon niet oké. Okay. Met verschillende kleuren blauw en groen gecombineerd. Die hybride aanleiderheeflijn, die is natuurlijk dan ook delen met Peugeot en DS. Zo is het natuurlijk ook weer. Dit wordt een 1.6
Met 180 pk, 110 pk elektro en dat totaal staat 225 pk. 50 km elektrische range, WLTP, nou ja, dat zien we natuurlijk bij al die auto's terecht. Het is nog een concept. Ik vind hem niet bijzonder fraai. En ja, Citroën is natuurlijk ook niet bijzonder snel hiermee. Grap die een collega maakt, volgens mij Willem. Ik weet niet zeker of Willem was. 5 jaar nadat Mitsubishi met de Outlander kwam, komt Citroën ook met een plug-in hybrid. Misschien een beetje leug, maar ja, weet je, het is wel zo. De markt gaat hier naartoe. Dus blijft natuurlijk een beetje de vraag hoe in Nederland belastingmaatregelen gaan zijn. Of er veel vraag naar komt. Maar die auto's, die gaan in ieder geval komen. Wouter is even druk met andere mensen. Dit was het einde van deel Hatzeflats. We zijn de telling kwijt, ik weet het echt niet meer. En we zien je misschien weer bij het volgende deel. Doei!